Net voor kerst en nieuwjaar werden ook in het handbal nog enkele belangrijke wedstrijden gespeeld. Zo stonden de dames van DHW United lijnrecht tegenover Visé in de kwartfinale van de Beker van België in Sportel Zorgvliet in Hoboken. DHW United wist wat er op het spel stond en ging goed van start. We spelen 10 minuten met een stand van 3-3. De thuisploeg krijgt dan twee strafworpen en lopen uit naar 6-4. En wanneer Samosi later nog een lekkere 7-5 maakt, denkt iedereen dat een stunt, wat het zou zijn, erin zit. Ijdele hoop zo blijkt, want wanneer DHW United een 2 minuten krijgt, is daar het berensterke Visé dat er meteen op en over gaat. We spelen 20 minuten, het staat 7-9. DHW United krijgt de kans nog om terug bij te benen, maar de aanval stopt. En dat kan je beter niet overkomen in een kwartfinale van de Beker van België. We gaan rusten met een 9-13. Een vierpuntenkloof die moeilijk te dichten is tegen een ploeg als Visé. Op naar een betere tweede helft dan, maar wanneer je maar eenmaal kan scoren in de eerste 14 minuten, dan weet u en ik dat DHW United in deze wedstrijd een vogel voor de kat is. Na 40 minuten spelen staat er een 9-puntenkloof op het schema, 10-19, en dat maakt de thuisploeg niet meteen goed. Coach Anja wil dan nog alles of niets offensief gaan spelen, maar de ingreep komt veel te laat en roept toch wel vragen op. De thuisploeg komt nog terug naar 16-21, maar Visé laat zien dat zij de efficiëntste ploeg zijn en ballen de wedstrijd rustig uit. 17-24 na 55 minuten en een eindscore van 19-27. En zo mist coach Anja haar eerste grote afspraak. DHW United wordt al te makkelijk uit de beker gekegeld en rest nu alleen ook de play-offs. Maar willen ze daar kans maken, dan zal coach Anja haar team met meer grinta op het veld moeten krijgen, want anders zal het ook daar een finale plaats behalen, mission impossible zijn. Ja, we trainen hard heel de week. We wisten dat het nu moest gebeuren. We wisten dat de beker de snelste route naar succes was. Nogmaals, we beginnen goed, de dekking staat goed, we nemen afstand in het eerste kwartier. En dan falen we gewoon in onze scoring. 100% kansen die we missen. We vinden op dat moment niet meer de formatie die draait, waarin het lekker gaat. Nou, en dan kom je met 4-0 achterstand kom je uit de kleedkamer. Ah, het was net alsof we toen al hadden opgegeven. De dekking bleven we vechten, maar we kregen de ballen er niet in. We hebben gewoon de ballen er niet in gekregen vandaag. We begonnen sterk. Sterk als team. Vervolgens gaan we kansen missen. We spelen te individueel, we moeten meer als team. En ja, ik denk dat we dan meer eruit hadden kunnen halen, want we begonnen goed en sterk als team.